Nee, gewoon een beetje sierlijk, maar toch wel beetje wat stoerder. Pijboompit, pijboompit. Ligt geen schijt, maar het is beter als je zit. Zoiets. Dit heb je zelf gedaan. Dit was gewoon zo obvious. Dit heb je echt zelf gedaan. Bij geschiedenisleraar werd altijd boos dat zei. Ja, vroeger is hartstikke breed. Toen je jong was. Ga je ook! Hoi en hoi. Welkom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik moet even wennen. Dat mag. Even. Ja, we zaten net te bespreken. Het is al 1,5 jaar geleden dat wij samen een video hebben opgenomen. Hebben we 1 frietje besteld? Oh, dat is prima toch? Shit. Oh. Lief. Nee. Ja, klopt. 1 menu inderdaad. Nou, boeien. Oké, welke is van wie? Deze is voor jou, denk ik. Is dat juicy? Sweet and special. Ja, staat op. En iets rozer dan de regular fit. Rozer? Kip is toch gewoon wit? Een rauwe kip heb je gekregen. Ik had hier echt zin in. Wat gaan we nou eigenlijk precies doen? Even naar achter. Nou. Oh, en ik heb geen... We hebben niet echt een plan voor deze mukbang. Kom naar achter. Nu! Ken je die TikTok-video's waarbij je dan zeg maar. Dan gaan ze uitleggen hoe je jezelf kan verdedigen als iemand je van achter aanpakt. En dan normaal gesproken heb je van die stoelen die je zo naar achter kan gooien met zo'n hendel. En dan heb je ook van die stoelen die zo. Gaan. Ik heb die ook gezien. Ja, ik heb gezien. We hebben niet echt een plan voor deze mukbang. Ga dan wat nou wel naar achter. Het lijkt alsof ik een heel groot hoofd heb. Heb je de mayo nou? Ik weet niet. Ik heb paniek. Ik vind het allemaal maar spannend, toch? Echt niet. Nou, waarom? Nee, grapje. We zijn naar de KFC gegaan, voor verandering. We hebben de Twister met kip en troep erin. Die van mij is sweet spicy, die van jou is regular. Met troep erin en zo, echt lekker. Nee, dat is echt fucking lekker. Oh. Dit eet ik wel nog liever dan een burgertje bij de Mac. Echt? Ik eet het liefst kip nuggets. Oké. Ja. As I was saying. We hebben niet echt een plan. Maar we hebben wel... charme. Oh, we zijn wel knap. Nee. Kun je niet zeggen. Nou, klopt, maar ik zou het wel. Oké, kom maar op met die vragen. Of wat zijn het, stellingen of zo? Ja. Ik heb leuke stellingen gevonden. Maar zullen we niet eerst even praten hoe het gaat met elkaar? Oh, het gaat goed. Het gaat echt keigoed hier. Nee, het gaat goed. Ik krijg morgen een belletje, hè? Oh, dat morgen al? Ja. Ben je zenuwachtig? Ja. Tussen 1 en 3. Maar wel echt... Ik denk wel dat jij geslaagd bent. Denk ik ook. Ik heb mijn scriptie ingeleverd. Je hebt je jurk al gekocht. Dus het moet nu al zo zijn. Wat heb ik? Zeg, je hebt je jurk al gekocht. Oh ja. Erg optimistisch. Ja, ik denk het wel, maar je weet het nooit. En wat is je plan daarna? Vertel maar van de kijker. Ga gewoon werken. Ga gewoon werken. Dat is toch die case. Ik vind het heel vervelend als je zegt. Zeg ja of nee. Waar is dat op? Heb je die gezien? Nee. Oh. Oké. Wordt er niet charmant op. Nee, die case, die autist. Op Videoland. Nee, die heb ik nooit gekeken. Nee? Die ga je fucking grappig vinden. Ja? Nee. Oh! Is dat die met aarslog en weet ik het wat dan ook? Ja, ik weet het wel. Ja, het is heel irritant als mensen zeggen Echt? Ja, dat is ook wel irritant. Ja, dat is fucking irritant. Ja. Stop ermee. Klopt. Oké. Okay. Ik heb wat leuke stellingen. Ja. En hoe gaat het met mij? Nou ja, ik heb voor de rest ook niet echt een plan of zo, maar... Ik ga bij SNL-zorg werken. Dat is de gehandicaptenzorg. En ja, ik heb heel veel zin. Nieuw avontuur.
een nieuw, nou heel erg nieuw sowieso, want ik heb media management gestudeerd, maar met een hele andere kant op. Ja. Ja. Maar ik moet ook zeggen, dat vind ik niet echt iets voor jou. Ik vind media bacon management niet lekker. Jij? Mag ik die zak? Wacht even, ik moet hem even ontbekenen. Ik zat nog te twijfelen toen ze zei, wil je bacon erbij? Toen dacht ik, die is vaak ongebakken. En dat is hij ook absoluut, maar ik dacht, ik geef KFC een kans, maar... Ja. Mooie nagels. Leuk, hè? Heel mooi gedaan. Echt mooi. Bedankt. Ben je blij mee? Ja, heel blij. Even zijn vent pakken. Dan kan ik even laten zien dat er overal etensresten... Etensresten onder mijn nagels zitten. Ik ging dus altijd in Roosendaal bij Ros. Voor de mensen die in Roosendaal komen, ga daar niet naartoe. Nee, jawel. Ik wil dit eigenlijk niet doen. Nee. Dit heb ik echt in 2020 gelaten. 2019 of zo. Maar ik ben nu dus geweest bij Chelsea's Nail Bar in... Wauw, kijk hoe cute. Wauw. Wauw. Doe even niet je hoofd aan focussen. Oh, sorry. Zo. Sorry. Sorry. Kijk hoe leuk dat hartje ook. Ook echt fucking mooi gemaakt. Maar goed, zal ik de stellingen erbij pakken? Heb je genoeg over jezelf verteld? Ja, ja, ja. I just like to keep it a little bit private also. So, yeah. Stay on the low. Stay on the low. On the low blijven ze echt de hype van 2023. Echt, hè? Nou, wij gaan het allemaal vastleggen. Voor de rest van ons leven. Ik wel. Waar is mijn telefoon? Hallo. Oké. Okay. Het zijn stellingen die je alleen kan beantwoorden als je elkaar goed kent. Oké. Okay. Ah! Kip, het is mijn kut. Kut. Fuck. Ik dacht, ik doe hem goed zoals jij. Alsnog typt alles ernaast. Hoe bedoel je goed zoals ik? Ook met dat papiertje zo. Ja, dat moet je kunnen. Metafoor. Wat is het? Als je nu niks weet te zeggen, hè? Oh. Wat is het allergrappigste dat je me ooit hebt horen zeggen? Ik vind het zo grappig. Het allergrappigste, dus één ding. Weet jij het zelf omdat je zo naar mij zit te kijken? Oh. Nou, ik zei. Nee, weet ik niet. Of nee, nou, laatst heb ik wel heel hard gelachen met jou. Maar ik weet niet wie daar opkwam. DJ Dampoe. Dat vond ik wel echt even heel grappig, maar dat was denk ik mijn ding. Of niet? Dat was mijn grap. Was nee. Dat jouw grap? Oké, okay, luister. Ik wil DJ worden. Of ga je dat nog niet zeggen? Kut. Nee, jawel. Nee, ik vind het gewoon leuk om eens te kijken of dat het voor mij is. Mm-hmm. Want één, ik denk dat ik dat kan. En twee... Ik ga je gaan bellen. Twee... Als ik straks klaar ben, dan ben ik 21 en dan lijkt het me wel gewoon leuk om nieuwe dingen te gaan proberen. Dus dat wil ik gaan doen. En toen zaten Isa en ik op het strand DJ-namen te bedenken. Ja, en toen... Oké, ja, boeien. DJ Dampoe is het grappigste. Ja. Ik ben heel veel gefeest. We hebben wel vaker grappige dingen meegemaakt. Toen met die vingers tussen, nou dat was niet grappig. Maar dat heb ik al een keer verteld, volgens mij ook niet op. Dat is achteraf wel heel grappig, ja. Ja, wat nog meer. We hebben onze tenen wel eens in elkaar gedaan. Zal ik die foto erin wel... zetten? Ja, dat was, nou weet ik niet. Dat ga ik eerst even overleggen, want mijn tenen zijn al geen pareltjes. Hoezo? Ja, hoezo? Je hebt het toch nu al verteld? Mijn tenen zijn ik... gewoon handen. Jezus, Mina. Ja, dat vond ik wel grappig. Maar of dat eigenlijk een hoogtepuntje was, zou wel zielig zijn. Nou ja. Ja, oké. Okay. Dat. Mm. En die video toen wij allebei wat gedronken hadden. Ja, die was heel grappig. Die was ook heel grappig. Ik kreeg echt nare berichten, hè, van mensen. Wat dan? Oh ja, ja, niet per se. Piemel. Hè? Piemel? Oh nee, dat was vandaag. Ja, dat was toch niet naar. Niet naar. Nee. Oh. Dat was naar over die video. Toen zei iemand, ja, ik vond het echt raar dat je dat deed, dat jullie gedronken hadden en zo. Wie? Even wachten, Isa. Oh, sorry. Want ja, dat vind ik eigenlijk echt niks voor jou. Dan de andere half iets lichter. Video. Ik heb hem even iets lichter gezet. Maar goed, oké. Okay. Jij bent. Jij bent. Oké. Okay. Is jouw ding al op? You're fast.
Je kan gewoon kijken welke het laatste stukje heb ik even weggegooid. Laatste kontje. Ja, gewoon echt een heel klein stukje. Ja, ik ben snel. Je eet normaal altijd heel snel. Mm-hmm. Oké. Okay. Je hebt gewoon random gekozen. Ja, maar het was toevallig wel de eerste. Oké. Okay. Gaan we gewoon het rijtje af. Waar jij gelukkig van wordt. Dan ga ik nu naar huis. Als ik een viral meme was, welke zou het dan zijn? Dat vind ik wel een moeilijke, maar daar mag jij doe maar de volgende. Which animal could I be reincarnated as? Welk dier zou ik kunnen herboren? Een duif. Een technoduif. Heb je die video wel eens gezien? Dat hij die duif op zo'n video zo op zijn techno. Ja, ik denk zelf meer als een tijger. Of zo, een katachtige. Of een leeuw. Boring! Zo. Nu ben jij. Ja. Ik stel de leuke vragen. Ja. Doe deze. 11. Nee, 10. Nu is echt spannend. Oké, hoeveel crushes heb ik gehad? Dit moet ik dan over jou beantwoorden. Ja. Mag ook over jezelf zeggen. Nee. Dat wel na. Oh, kut. Kut, sorry. Waarom? Dit is echt al de 5e keer. Ja, maar niet uit. Dit laten we even hier. Oké, gaan we het hebben over crushes als in... Of ik gewoon een crush bereikbaar of onbereikbaar? Nee, zo bedoel ik het. Als in celebrity of als in... Nee toch, gewoon nee. Zeg maar, ja. Niet ver van je bed show. Kunnen ook namen noemen. Ja, dan bliep je het gewoon. Maakt het wel grappiger. Ja, maar ga je die namen erin laten? Waarom niet? Dat kan toch niet? Oké, aan jouw video. Nee, is dat raar? Ja, dat is wel raar. Dat is echt wel raar. Dus bliep het maar. Of je moet erin laten, maakt mij nog niet uit. Ik ga het nu al wel zeggen in ieder geval. Jij hebt wel een crush gehad op... je hebt een crush gehad op... hoe heet die gast ook alweer? Zeg maar... Nou, dat is gewoon niet echt een crush. Ik weet niet echt of het allemaal crushes zijn, maar... Ik zie een crush eigenlijk meer als iemand die ook niet hetzelfde terugvoelt voor jou. Dus dat je echt een lijpe crush hebt op iemand, maar dat gevoel niet bevestigd wordt. Ja, waardoor je het dus nog leuker vindt om een crush te hebben. Ja, een beetje dat obsessieve, dat vind ik allemaal wel meevallen bij jou. Alleen bij... Laat er maar in. Nee, wil je dat echt erin gaan laten? Nou ja, iedereen weet dat toch al. Nee, niemand weet dat. Je moet dat weten, alleen die groep misschien. Ik heb hier ook precies zo'n moederbedje op mijn hoor. Ja, dat weet ik. Dat heb ik een keer tegen je gezegd. Leuk. Heel leuk. Oké. Volgende! Boeien! Maak er een potje van in deze auto. Oké. Wat jij moet doen, hè? Ja. Ik ga even de friet uit dit bakje halen hier. Bah. Ja, sorry. Ik kan dat echt niet inhouden. Nee, ja, nee, ja. Hoeft ook niet, jongen, hè? Wie doe je het? Even kijken. Ja. Wat is het gekste dat ik ooit heb gedaan in jouw bijzijn? Wat? Is er iets? Oh, ik dacht dat ik het verkeerd uitsprak. Maar ja, nee, dat dan dus niet. Maar verzin maar wat anders. Nou, ik was gewoon alweer vergeten. Ik heb zoveel gekke dingen gedaan. Er is helemaal niks van mij. Ja. Dan, ik weet niet. Jij is ook normaal. Dan, jij bent echt niet zo gek. Wil je nog een frietje? Hé, die video met... Dat is mijn zwembad. Is mijn frituur. Wat een frietzak. Nee, we moeten het... Ja, trouwens. Eten we het wel even op dan? Som, hè? Vanuit dat bakje. Ja. Is mijn frituur. Wat ga jij doen? Je moet even die video laten zien. Dit is mijn zwembad. Dit is mijn zwembad. Ik ga die erin zetten, die is heel grappig. Ja, vind ik ook. 2 graden zak oliebollen. Dit is mijn zwembad.
moesten daaraan denken toen ik het. Ja, wij moesten daaraan denken. Samen moesten we daaraan denken. Wat is het één ding, als je maar één ding mag noemen? Ik weet dat je er misschien 15 in je hoofd hebt nu, maar wat is het één ding? Nee, want ik ken heel de vraag nu. Als je het aller irritantste vindt aan mij. Oh. Iets wat ik het aller irritantste vind aan jou. En dan qua... Dit deed je bij Café in de Studio. Ja, want ik vind heel veel. Wij stelden elkaar vragen. En dan qua... Ja, maar ja... persoonlijkheid of... is het qua... Als ik een keer paniek, hè. De vraag moet wel goed gesteld worden natuurlijk. En je doet dat weg en het lijkt gewoon alsof dit beeld scherper wordt. Dat kan denk ik niet. Dat leek echt even. Oké. Wat ik irritantst vind aan jou... is dat je door me heen praat. Dat. En... Nee, maar één ding. Volgende vraag. Nee. Nee, dat, ik laat jou altijd uitpraten. Ja, klopt. Net nu al voor de tweede keer. Je laat mij inderdaad wel uitpraten. Maar... weet je wie jou... ik wist gewoon dat dit ging gebeuren. Nou, noem nou even. Sorry! Het irritantste vind ik aan jou... dat jij... ja, dat heb ik toen toch ook gezegd. Wat zei ik toen ook alweer? Voordat ik nou iets anders ging zeggen. Alsof we... oh, kut. Alsof we zo vaak praten over... wat te irritant vinden aan elkaar. Jij best snel in de verdediging schiet, volgens mij. Dat heb ik toen gezegd, zoiets. Jij bent best snel op je teentjes getrapt. Oh ja. Dat zei ik. Ja. Dat vind ik. En dat zijn wij allebei wel, hoor. Maar dat vind ik bij jou... dat vind ik bij jou. Gewoon, jij schiet best snel in de verdediging. En... Dan wil ik even wat zeggen. Dan luister als ik het over jou heb. Over jouw slechte dingen. ja, gaan we nou in detail treden, want we kunnen het samen een keer over hebben, toch? Het hoeft allemaal niet zo in de picture. Hè? Maar, het is een mooie kant op. Dat wil ik even verdedigen, dit punt. Ja, klopt. Weet je hoe dat komt? Ja. Nou. Omdat wij allebei best wel... explosief zijn. Overtuigd zijn van onze eigen stand. Van onze eigen standpunten. Ja. Dus als iemand dan iets daar tegen te zeggen heeft, dan willen wij uitleggen waar wij vandaan komen. Mm-hmm. Duitsland. Nee. Gewoon qua argumentatie, zeg maar, hoe dat in onze kopie dan gaat. Ja. En dan willen we dat graag uitleggen. Jezus, Mina. Oké. De raampje open. Zit zo? Ja, het is best wel warm. Ja, ook dat. Maar... klopt, dat wat zij zei net. Oké. Ik stel ook alleen maar vragen aan jou. Ja, gaat het. Moet ik even aan jou stellen? Oh, mag ik ook een snoetje? Oh ja. Oké, op een schaal. En we moeten echt heel eerlijk zijn, zo. Hè? Ik denk dat het begin van de dood is. Echt eerlijk, hè? Mm-hmm. Op een schaal van... weer aan mij. 1 op 10. 1 tot 10. Ja. Hoe erg vertrouw jij mij? Oh. Kijk, ik denk wel dat jij bepaalde dingen, zeg maar echt als in helemaal tegen niemand bijvoorbeeld iets zeggen, als je het nu daarover hebt, ja. Dan denk ik dat jij wel tegen je partner bijna alles zegt, maar dat heb ik zelf ook best wel. Mm-hmm. Dus dat stukje hou je wel altijd in je achterhoofd. Mm-hmm. Dus op dat vlak denk ik dan van ja, oké. Maar voor de rest ben ik er wel... dat is ook de reden dat ik nog steeds met jou bevriend ben. Gewoon ervan overtuigen dat jij alles wat ik uit vertrouwen tegen jou vertel voor jezelf houdt. Ja. Dus voor... ja, moet ik nou een percentage geven? Ja, gewoon een 1 op 10, zo moeilijk is het niet. Ja, ik moet mezelf toch even verklaren. Ik ben een cijfer. Ik denk een 9. Oké, en dat ene dingetje is dan dat ik alles aan mijn moeder vertel? Nee, en ja, dat. En dat je altijd in je achterhoofd moet houden dat... mensen je zouden kunnen naaien. Kijk, klopt. Ja, dat is wel gewoon zo. Maar ik denk wel echt, en daar ben ik wel benieuwd naar, als er iemand kijkt. Als er maar iemand kijkt! Die een vriendje. Die kijkers. Oh ja, mijn views de laatste tijd echt zo fucking slecht. Kom maar, jong. Maar vertel je ook echt alles aan je vriend? Of zijn er ook bepaalde dingen die je niet vertelt? Ik vertel echt. En misschien is dat heel erg, maar ik vertel echt bijna alles. Ik zit weer aan mijn eigen borstjes. Tenzij iemand specifiek vraagt aan mij, wil je dit alsjeblieft niet tegen... klopt. Tegen Martijn vertellen, je vriend. Ja. Ja. Nee, dat is een ander verhaal. Dan zou ik het ook niet doen, maar dat wordt eigenlijk nooit echt gezegd.
Nee. Gewoon vertel dit tegen niemand. Maar ja, niemand, daar valt... Ja. Ja, ik denk dat je je partner ook zodanig moet vertrouwen dat je weet dat je geheim daar zeg maar veilig ligt. Ja. Of veilig is. Dus... Plus, mannen hebben ook heel vaak dat ze denken, ja, of je me dit nou wel, ja. Ja, of je het me nou wel of niet vertelt, boeit mij niet. Het is eigenlijk meer om je eigen ei kwijt te kunnen. Want ja. Stel iemand een vriendin vertelt iets tegen mij uit vertrouwen, dan weet ik 9 van de 10 keer al dat het hem eigenlijk niks boeit. Maar dat het meer voor mij is om even dat kwijt te kunnen. Ja. Maar eigenlijk ook gek dat je het kwijt moet. Ja, maar dat is toch ook wat ze zeggen altijd. Kijk, tuurlijk is je geheim veilig bij je vrienden. Maar je moet er wel altijd rekening mee houden dat... Alles wat je vertelt, vertelt vaak die persoon waar tegen je het vertelt, nog tegen 1 andere persoon door. En die tegen 1 andere persoon en die tegen 1 andere persoon. Het is altijd 1 iemand vaak die... Vaak is het 1 persoon mensen, waartegen, ja. Waaraan je je ei kwijt wilt. Ja. Dus daar moet je wel altijd rekening mee houden. Ja, ja klopt. Dat is wel zo. Oké. Jij mag ook iets vragen. Dat wordt een beetje een interview hoor. Jeetje, je hebt alle goede al wel... Heb je niet meer? Ja, maar dit is allemaal cute. Cancer dogs. Ik wist dat je die ging zeggen. Ik zag hem. Ik wist het gewoon. Hoe zou je mij omschrijven in 3 woorden? Over mij. Ik zou je omschrijven als sterk. Je bent een sterke persoonlijkheid. Mm-hmm. Als rationeel. Mm-hmm. Staat wel met beide benen op de grond. Mm-hmm. En je laat je niet vaak meeslepen in emotie. En als... oprecht. Ik denk echt dat jij met niemand omgaat die je niet leuk vindt. Nee. En je zegt echt altijd waar het op staat, ook al is dat dan niet wat ik misschien wil horen. Ja. Maar dat is wel een goede eigenschap. Thank Zonder you. Grapjes. Thank you, thank you. Zonder grapjes te maken. Steek ik in mijn zak. Nou maar. Sorry, ik liep mee. Oké. Wat is een red flag binnen een relatie? Gewoon het eerste wat nu bij je opkomt. Wantrouwen. Ja, dus jou niet vertrouwen. Ja, maar wantrouwen. Oké. En bij jou? Bij mij, rode vlag binnen een relatie is, hoe schrijf ik dat, zeg maar, dat je in wordt gehouden, jezelf niet kan... Dat mensen jou remmen in je doen en laten. Ja, ik vind het heel belangrijk dat je gewoon nog lekker jezelf kan zijn en je eigen ding kan doen, zonder dat jij je eigen persoonlijke leven, maakt niet uit of het privé is of op werkgebied, dat je dat in moet gaan houden, omdat diegene niet eens is met wat je doet of kut vindt. Kijk, Martijn wil absoluut niet op de vlog, maar hij zou nooit zeggen... Doe die camera's weg. Of wil niet dat jij vlogt. Of wil niet dat jij inderdaad jezelf op internet zet. Ja. Nee. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, snap ik. Als je een papegaai als huisdier had, wat zou je hem dan leren zeggen? Giel. Dat is toch fucking grappig als een papegaai denkt, ja, dat is wel grappig. Dat is wel grappig. Ja, dat is op zich best wel grappig. Welke grap vertel je al heel je leven? Jij hebt sowieso 1 grap die jij echt aan sowieso 10 plus mensen hebt verteld. Wat? Carpetland. Welke dan? Weet jij er nu eentje? Nee, maar jij bent echt zo iemand. Heb wel, als ik mensen leer kennen, dan laat ik ze wel altijd dezelfde soort video's zien die ik heel grappig vind. En als die personen dat dan ook grappig vinden, dan voel ik een soort van instant connection. Dat is wel echt zo. En heb je geen grap nu die bij je opkomt? De olifant doet een toneelstuk. 3 keer raden. Toneelstuk. Nee, ik heb hem wel heel vaak gezegd. Niet zo grappig toch? Nee, ik allemaal. En jij, heb jij dat? Nee. Ja, jij zegt gewoon altijd de gilles. En ja, goor. Ja, goor. En zieke doekoes. En Durgur. Ja, Durgur. Durgur. Ja, dat is een geest. Soms denk ik echt niet. Niet droog sturen! Wel droog. Had er al geregen? Oké, klaar. Mag het ook droog regenen? Hey, kijk daar. Ja, eigenlijk zou je dat gewoon een keer in een gesprek moeten doen tegen iemand die het echt totaal... Ik zit ook echt als de vent hier zo naast. Echt in zo'n onzin gesprek en dan, hey, kijk daar, en dan is daar gewoon helemaal niks. Hey, maak foto.
Wat is iets... Klaar? Wat is er iets... Wat dat 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 dat... Wat is iets in je leven dat je nooit zal doen? Maakt niet uit wat er gebeurt, hoeveel geld je krijgt. Heroïne, cocaïne. Oh, nou, dat ja? is heroïne. Nee, cocaïne. Dat heb ik allemaal nog nooit gedaan, maar heroïne is iets wat je nooit moet doen. Dat zou ik nooit doen. Dus als jij 100 miljoen euro zou krijgen, zou je geen... Oh, jawel. Nee. Zou je je hond voor 1 miljoen verkopen? Zag ik toevallig net langskomen. Nee? Nee. Mijn hond is ook gewoon een soort van familielid geworden. Dus nee. Nee, dat zou ik eigenlijk ook niet doen. 10 miljoen is weer een ander verhaal. Ik denk dat dat nu make-up op je schouder doet. Ah, nee! Ook niet op je schouder? Was niet make-up. Zoals meer. Oh, baba. Nee, oké. Okay. Ik stel ook alleen maar vragen aan jou. Wat een kut lezen. Ja. Er zitten twee meisjes op de fiets met een paraplu. Dat vinden wij heel grappig. Ik moet echt pissen. Oké, nou het laatste dan. Als je moest kiezen om uit nooit meer op social media of nooit meer trouwen, wat kies je? Nooit meer trouwen. Ik hoef ook niet per se te trouwen. Jij wel dan? Nee, ik hoef ook niet per se te trouwen. Nou, dat was het McBank. Doei! Nee, we hadden het laatst nog over. Ik ben echt niet zo iemand die nu al mijn bruiloft aan het fantaseren is. Nee. Dan denk ik echt, nou een mooie jurk bij jou. Ja. Ik hoef hem niet. Het lijkt me wel mooi om een soort liefdesfeest te geven. Dat je iedereen uitnodigt en... Nee, maar... Liefdesfeest? Dan geef je elkaar een kusje of zo om 12 uur. Oké, allerlaatste. Wat is het allerslechtste advies dat je aan iemand hebt gegeven? Gewoon gaan. Ga maar gewoon naar hem toe. Gewoon blind oversteken. Ik ben dood. Ik kan het niet meer navertellen. Oké, laatste. Nu echt. Als je moest kiezen tussen je beste vriendin of je huisdier, wie kies je dan? De dood. Moet die dood? Nee, nee, nee. Tussen mij of... Nee, niet dood. Gewoon kiezen. Of ik naar het asiel ga of je huisdier. Dan breng ik wel gewoon... Om's de beurt. Allebei. Degene terug die er hoort. Ja. Goed zo. Nou, you get dat was echt een hele leuke vraag. Doei! Oké, we gaan hem even afsluiten. Ja. Ik moet fucking nodig plassen. Mm-hmm. Ga ik even achter de auto doen. Mm-hmm. Bedankt. Ga je dat in de regen doen? Ja. Okay. Dan voel je de drip extra hard. Drip in, drip too hard. Wat ik ook heb gemerkt, als ik soms even stukjes terugkijk uit mijn video, dan is hij heel onscherp. Als je dus naar de het instelling knopje onderin gaat en dan volgens mij helemaal onderaan staat video of beeldkwaliteit, dan moet je even op 1080 klikken en dan zie je hem gewoon scherp. Ik weet niet of jij dat toevallig ook hebt. Maar dan is de beeldkwaliteit weer goed. Kort. Ja, kort hoor. Kort hoor. Dus, thanks for watching en tot de... Volgende keer! Volgende keer! Oh. Bye! Doei!